Diergaarden. En Jimmy Karras in het huis. Hallo. Hallo man, hoe is het? Ja, goed, heel goed. Zeldzaam hè, dat je in Nederland bent volgens mij. Ja, op dit moment wel, ja. Ja, want vertel eens, heb je inmiddels al een eigen appartement in New York? En, Nee, nog steeds op heen en weer, overal. Ja. Nee, gewoon Hoofddorp is mijn woonplaats en ja. New York is mijn tweede woonplaats. Ja, dan heb je een soort van pied à terre, zoals ze dat dan mooi zeggen. Maar vertel eens, hoe gaat dat? Jij bent daar veel, wat ben je allemaal aan het doen daar? Nou, ik doe daar boekingen. Maar ik zit daar ook echt heel veel in de studio. Werk aan muziek. Veel meetings. Veel toekomstplannen. Ja. Dus het gaat er heel leuk uitzien allemaal. Ja, ja, ja. Dat loopt nu zo'n beetje een jaartje volgens mij. Hè? Het is natuurlijk zo dat de dance, de house zoals die op dit moment is in Amerika helemaal aan het doorbreken zijn. En wij Nederlanders hebben daar een groot aandeel in. Hè? Ja, klopt. En jij dus ook. Hopelijk wel. Ja, ja, ja. Want hoe gaat dat? Wat zijn de plannen voor de komende tijd daar? Wat gaat er allemaal gebeuren? Nou, ik ga tekenen bij Ultra Music. Ja. Voor 5 jaar. Okay. Dus er komen heel veel mooie dingen uit. Zojuist mijn eerste single ook laten horen. De vocalen erop, die gaan eraf. Dat is jammer. Dat komt doordat de publisher toch graag de vocalen voor een ander nummer wou gebruiken. Ja. Een nummer. Dus... ja, daar komt nog een andere vocale op, maar dat is mijn eerste single. Oké. Okay. Dus die komt over een maand ongeveer uit, met een andere titel. En verder komt er dit jaar, komen er heel veel remixen. Drie andere titels nog. Dus er komt echt heel veel aan. Breken mooie tijden voor je aan. Ja, heel erg. Nou ja, dat harde werk, om het zo maar te zeggen, wordt beloond, toch? Dat kun je wel stellen. Ja, ik kom van heel ver en ik ga... alleen maar verder en verder in de zin van in goede zinnen. Ja, ja precies. Een opgaande lijn, om het zo te zeggen. Deze week Amsterdam Dance Event. Dat is natuurlijk voor jou ook lekker veel contacten leggen. Mensen ontmoeten die je lang niet gesproken hebt en zo. Ja, ja ik heb echt een heel druk schema gehad. Dus ik ben blij als het over is. Maar ik vond het ook heel erg super om het zo mee te maken. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ik kan me voorstellen. En heb je nog speciale feesten waar je naartoe gaat deze dag? Ik moet straks nog draaien in de Rain. Ja. Dus dat is bij Brian Tunjo en Sandals Invites. Ja. En ik ga verder nog naar Velle Grand straks in de Escape. En morgen naar Passengers Terminal voor Cindy en Ryan. Amsterdam Dance Event is tegenwoordig ook DJ Mac'd op 100, hè? Ja. Staat er al in? Nog lang niet. Nou, is toch een beetje te streven, denk ik, of niet? Ja, nee, ik wil daar zeker naartoe werken. Ik zie het als een topsport, dus wie weet. Ja, 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 ja. Keihard werken. En wie denk je dat dit jaar de nummer 1 positie gaat bekleden? De nuchterigste man van heel Nederland, ik denk Armin van Buuren. Hij gaat weer terug, hè? Ja, naar de eerste plekken. Ja, ja. Dat gaat gebeuren, hè? We gaan zelfs stemmen op dat Chesto wel weer eens op nummer 1 zou kunnen komen... vanwege zijn enorme grote aanhang die toch ook gestemd heeft? Ja, ja, dat heeft hij zeker. Maar ik denk toch eerder dat het Armin van Buuren is. Omdat hij... ik denk dat zijn aanhang toch trouwer is en al... wat is het, 10 jaar met hem meegaat met Status France. Als je kijkt hoe groot dat nu is. Ja. Dus ik denk Armin van Buuren. Afrojack nog niet? Ja, nee, ja. Hij is heel groot. Kan, het kan zo maar gebeuren. In Amerika is hij, ik denk echt super groot. Dus ja, ja, ja. Ook hij kan, maar ik denk toch echt persoonlijk Armin van Buuren. Zou leuk zijn, hè, toch? Voor Armin ook. Ja. Nou, over een paar jaar verwacht ik jou in de top 10, sowieso. Ik hoop het. En dat je dat waard bent, ga je nu weer bewijzen. Het tweede gedeelte van je set, ben je er klaar voor? Ja, ik ben helemaal klaar voor. Jimmy Karras hier op Decibel. Vrijdagavond tussen 9 en 12. Hier op Decibel.